welkom bij Haaglanden Voetbal TV. De komende vier afleveringen brengen wij reportages van clubs uit onze regio op trainingskamp in Zuid-Spanje. Vandaag een uitgebreid interview met de trainer van Westlandia, de zondag derde divisionist, dat zich ook heeft voorbereid op die tweede seizoenshelft in Torremolinos. Verder kwamen we in de haven van Benalmádena tegen de Haagse zanger-entertainer John Medley. Ook met hem spraken we. Trainingskamp van Westlandia. Mooie gelegenheid voor ons om eens bij te praten met de hoofdtrainer van Westlandia, Cesco Achterberg. Cesco, toch nog eventjes terug naar het begin van het seizoen. Je nam de zaak toch vrij plotseling over van Marcel Koning. Dat lijkt me voor een hoofdtrainer moeilijk om altijd in te stappen als al net bezig is. Ja, dat klopt. Dat is niet heel makkelijk. En vaak is gewoon de start, dat is het allerbelangrijkste. En je hebt niet alles in de hand. Je hebt een veel kortere tijd om mensen te leren kennen. De trein is gaan rijden. Je hebt de voorbereiding niet meegemaakt. Je hebt de selectie niet samengesteld. Dus je moet er het beste van maken. En dat ging met een hoop mitsen en maren. Dat hebben we gezien, denk ik. Ja, je moest inderdaad ook nog loskomen van een club waar je zat. Maar goed, daar zat een clausule, dus dat probleem was er niet. Nee, dat was er niet. Nee, dat is het probleem niet. Daar kom je altijd wel uit. Goed, iedere trainer wil natuurlijk gelijk de boel een beetje naar zijn hand zetten. Maar dat heeft gewoon veel meer tijd nodig. En ondertussen moet je wel als hoofdtrainer van het vlaggenschip wel resultaat halen. Want daar word je ook beoordeeld. Dus ja, die twee dingen botsen vaak met elkaar. Ja, goed, dan ga je het seizoen beginnen onder jouw leiding. Ja, en dan zit het ook niet even lekker mee, de eerste wedstrijden. Nee, ja, we begonnen met een hele lastige uitwedstrijd bij Groene Ster. Dat ging nog. Als je een punt haalt daar, dat is prima. We hebben een aantal. De beker was nog wel even een succes dat we daardoor kwamen. Dat was voor de club ook belangrijk. Ja. Maar daarna hadden we een paar wedstrijden die we eigenlijk wel naar onze hand wisten te zetten. Alleen in de laatste fase van de wedstrijd, in blessuretijd met dode spelmomenten, toch nog gewoon cadeautjes weggaven. Waardoor we een aantal keren gewoon het net niet. Dan in plaats van dat je 2-3 punten hebt, twee keer gelijk speelt. Ja, en daarna een hele moeilijke fase met ADO20, OFC, UNA. Waarbij OFC en UNA goede ploegen zijn. En dan weet je dat je ook wel eens tegen een paar verliespartijen aan kan lopen. En dat gebeurde toen ook. Ja, goed. Inderdaad, dat je zegt geen grote nederlagen. Maar ja, dan toch wel weer dure punten die je in een belangrijke fase laat liggen. Nee, dat klopt. En weet je, alles valt dan ook samen. Hè? Het wegstappen van de trainer, geen voorbereiding, een wedstrijd er net niet naar je hand. Wij kregen ook nog best wel te maken met heel veel blessures. Nou, dan is dat. Ik ben niet een trainer die zich daar heel makkelijk achter verschuilt. Maar ik weet nog goed de wedstrijd tegen Excelsior Maassluis, waarbij best wel grote belangen. Ja, toen heb ik op de donderdagtraining had ik geloof ik nog maar 9 fitte spelers. En dat is wel heel. Dat was wel heel extreem. Ja, er wordt op een gegeven ogenblik toch die competitie stilgelegd. Hoe vervelend was dat? Voor jou en voor je ploeg? Als ik heel eerlijk ben, kwam dat voor ons eigenlijk wel goed uit. Want wat ik zeg, onze lijst met blessures die werd alsmaar groter. Ook langdurige blessures, hè, hernia, knie, schouder uit de kom. Echt blessures, gewoon echt pech. En die ook langer gingen duren. Dus voor ons was het echt zoiets van koppen bij elkaar. We moeten even kijken hoe gaan we dit op de rit zetten. En daar hebben we wel tijd voor gehad. We hebben overleg gehad. We hebben gekeken naar kunnen we mensen in de winterstop toevoegen om de selectie te versterken. Vanuit de onder 21 kunnen we jongens doorschuiven. Kunnen we overdag trainen. Dat soort stappen hebben we allemaal kunnen maken nu in deze tijd. Ja, belangrijk, je had het al over blessures. Nou, van het begin van het seizoen al geconfronteerd met een doelman die zo ongelooflijk veel ervaring heeft, Ed Kaleerdam. Maar aan de andere kant, zijn opvolger, Jack Moreau, doet het ook niet verkeerd. Nee, helemaal niet. Nee, Jack doet het uitstekend.
een beetje onwennig gestart, maar nee, over Jack kunnen we alleen maar tevreden zijn. Alleen, het is dat lijntje is ook heel dun. Kijk, Jack doet het hartstikke goed, maar als er wat met Jack gebeurt, hebben we echt een probleem. Dus, want we hadden daarachter niet een tweede keeper. Jack is tweede keeper, we hebben niet een opvolger voor Jack. Dus ja, dat is voor een derde divisie is dat wel iets om wat aan te doen. Ja. Trainingskamp hier in Torremolinos, Zuid-Spanje. Ideale omstandigheden om lekker te werken. Ja, dat was uitstekend. En natuurlijk thuis, hè, het ging heel veel over gaat het wel door, gaat het niet door. Corona, hè, kunnen we wel op trainingskamp. Veel clubs die het op het laatste moment toch niet gingen. En wij hebben eigenlijk alsmaar gehoopt dat dat wel doorging. Al is het maar om die vervelende eerste seizoenshelft weg te poetsen. Met elkaar in gesprek te zijn. Met elkaar de koppen bij elkaar te steken. Goede afspraken te maken. En kijken of we uit dat dal kunnen klimmen. En ik moet heel erg zeggen, wij gaan straks naar huis. We hebben 5 fantastische dagen achter de rug. En ik denk dat we kunnen terugkijken op een goed kamp. En ja, wat er ook gebeurt, hè, of wij nou deze competitie af moeten maken of opnieuw moeten beginnen. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen in de tweede seizoenshelft. Kijk naar de faciliteiten, het hotel, de trainingscomplexen waar je gevoetbald hebt. Tevreden? Ja, meer dan tevreden. Ja, meer dan tevreden. We hebben een goede wedstrijd tegen Lisse kunnen spelen. Dus daar was ik heel tevreden over. We hebben goed kunnen trainen. We hebben de laatste training vanochtend hebben we wel vervangen door een training op het strand. Nou goed, dat is ook fijn dat je gewoon verschillende dingen kan doen. Ik bedoel, in Nederland kan ik nu niet naar het strand. En dat kan hier wel. En ja, ideaal. Je zei het ook van, we hadden nog te maken met nog wat blessures. Die lijst werd alleen maar langer. Tijdje nu stilgestaan, trainingskamp gehad. Hoe staat het er nu voor? Zeg je van nou, ik heb nu weer een ploeg, daar kan ik op rekenen. Nou, dat laatste. Ja, daar is alle vertrouwen. Ook medische staf heel hard gewerkt om de jongens terug te laten komen. De jongens zelf hebben heel veel geïnvesteerd. Ze hebben al die tijd dat er een lockdown was, hebben ze door kunnen trainen. Want dat valt onder medisch, dus die kunnen behandeld worden. Die kunnen een programma afwerken. Hebben ze gedaan. Dus ja, ik als trainer krijg zo meteen een wat grotere groepen mee te werken. En ja, dan kunnen de keuzes gemaakt worden. En ja, wordt het niveau wat hoger. Dus ja, ik heb daar alle vertrouwen in. Ja. Ervan uitgaande dat dadelijk op termijn de competitie gewoon weer gaat starten. Wat verwacht je van die tweede helft van Westlandia? Ja, één is we moeten ons veilig spelen. Het staat heel dicht bij elkaar. Iedereen is nog zeg maar in onze omgeving. Ja, ik verwacht gewoon dat wij minimaal in de middenmoot gaan eindigen. Dat is zeker de verwachting. En dan ben ik tevreden over dit seizoen. Hè? Met een moeilijke start, veel blessures. Ja goed, als we dat doen, dan kunnen we stiekem dat afronden en kijken naar volgend jaar. En dan kunnen we daar andere doelstellingen aan hangen. Ja, als je kijkt, jij bent als trainer heel veel werkzaam geweest om zeg maar, de Rotterdamse regio. Nu voor het eerst in de, wat we dan vaak bij ons noemen, de regio Haaglanden, Westlandia. Hoe is de club tot nu toe bevallen? Ja, uitstekend. Uitstekend. Ik weet je, het contract is dan net verlengd, hè. En, als je een trainer aanneemt en die staat één na laatste en je verlengt het contract, dan wil zeggen ja, dat ze daar toch een bepaalde mate van vertrouwen. Dat het niet alleen maar het resultaat is. Het gaat ook een manier van werken met elkaar. Kan je met elkaar werken? En andersom ook. Ik moet mezelf de vraag stellen, ben ik op de juiste club ingegaan? Is het het juiste moment? Had ik dit moeten doen? Ik kom uit Utrecht, moet 4 keer in de week een uur heen, een uur terug. Dat doe je niet als je er geen plezier in hebt en als je niet kan samenwerken. Dus ja, ik heb gezegd, wat er ook gebeurt, als het aan mij ligt en ik heb het voor het zeggen, zou ik graag bij Westlandia willen blijven. En nou, Westlandia dacht er ook zo over. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik werk heel fijn bij Westlandia. Ik vind het een fijne club, fijne mensen. Ja, het enige waar ik me schuldig over voel is het resultaat. En ja, daar kijk ik ook altijd eerst naar mezelf. En denk, ja, ik heb niet kunnen brengen wat ik graag zou willen brengen. Nee, maar net wat je zegt, de club heeft het vertrouwen. Ik kijk niet naar de ranglijst, kijk naar de manier van werken. Alleen volgens hem dan wel een nieuwe assistent erbij. Ja, zeker. Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Je bent goed op de hoogte. Ja, dat goed. We gaan het allemaal afwachten. Bedankt voor het gesprek. Heel veel succes ja. Straks in de tweede seizoen zelf. Dankjewel en jullie veel plezier in deze prachtige zon.
Haaglanden Voetbal volgt voetbalclubs op hun trainingskamp. Ja, eigenlijk overal. We zijn er geweest op Gran Canaria, nu weer in Zuid-Spanje. John Medley, jou komen we ook weer tegen. Ja. De eerste keer was dat op Gran Canaria, heel even geleden. Dat is heel lang geleden, hè? 6 jaar geleden alweer. Maar het was wel een groot feest toen met heel veel clubs erbij toen. Ja, dat was top, hè. Dat was top. Ja. Haaglanden Voetbal was er natuurlijk bij. En al die clubs, helemaal gezelligheid natuurlijk. Leuke wedstrijden gezien. Het is toen echt een hele Haagse avond geworden. Ja. Maar goed, nu zijn we weer in Benalmádena, Torremolinos, deze omgeving, Marbella. En ja, wie lopen we weer tegen het lijf? John Medley. Ja, ik ben nog ergens. Coronavirus, hè? Je ziet me overal. Je treedt op ook in Benalmádena. Ja, in Torremolinos Caravela, bij het feestcafé De Brabander. Daar ben ik voor ingevlogen. En een paar avondjes zingen voor de jongens, hè, voor het voetbal. Wat dat betreft was het natuurlijk afgelopen weekend al volle bak. Ja, volle bak. We hadden Quintus binnen, Emmen, Haarlem, uit mijn hoofd. En nog een club. Maar ik heb hem er even niet op komen. Zaltbommel. Maar je bent in ieder geval wat dat betreft nog ook aanwezig deze week hier in Torremolinos. Ja, we mogen nog een paar keer knallen. En dan gaan we weer terug naar huis. Dat voetbalpubliek is ook wel een dankbaar publiek, hè? Ja, super. Echt helemaal top. En natuurlijk, ze zijn nog extremer als jaren daarvoor. Want we hebben natuurlijk, zoals iedereen al weet, 1,5 jaar opgesloten gezeten. Dus ja, en hier kan het gelukkig weer. Dus het gaat helemaal los. Dus... Ja, wat dat betreft, in Nederland kan er dus op dit moment nog steeds helemaal niets. Nee. Ja, de clubs vliegen hier, ze kunnen volop trainen. Helemaal geen beperkingen. Maar nee, ze mogen ook naar jouw optreden komen. Ja, maar ja, daarvoor zijn we gevaccineerd, toch? En ik zeg eerlijk, je QR-code laten zien, anders kom je ook niet binnen. En dat is, maar goed ook, maar dat maakt niet uit. Maar ja, daarvoor zijn we gevaccineerd. Omdat we dit willen we ook in Nederland doen. Ja, John Medley, bekend gezicht op trainingskampen. Ja, de komende jaren natuurlijk weer. Ja, tuurlijk. Ik blijf komen. En hiermee zijn we aan het einde gekomen met deze eerste aflevering van Haaglanden Voetbal TV uit Zuid-Spanje. Deze week, woensdag, gaan we beginnen met de reportages met de clubs. En ook volgende week, dinsdag en woensdag, komen de clubs uit onze regio voorbij die zich hebben voorbereid in Zuid-Spanje. Dank voor uw aandacht. Graag tot morgen.